ontzettend leuk programma. Nou, ontzettend. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. Daar zijn we dan weer. Daar is hij dan weer. Daar ben ik vanaf welke. Daar zijn we dan weer met de Dik voor elkaar show. Oftewel de Dijk. Dat kan ik zelf ook wel zeggen. Zit er nog niet meteen de heen te wouwen. Voor elkaar show, zoals de Fransen zeggen. Ja, luisteraars. Nou, dat is even zo'n beetje. Einde van het jaar, hè. Het jaar is alweer bijna om. En dat betekent natuurlijk dat we allemaal een beetje om gaan zitten kijken van wat er allemaal gebeurd is. Ja, en omdat... Wat is er nou? Ik zie niks. Wat, ik zie niks? Nou, je zegt, we gaan om zitten kijken, maar voor mij is er niks te zien. Wacht, man neemt toch al het... Nee, laat maar aan, luisteraars. Let u even niet op mij. Let u even op hem. Zo'n laatste dag van het jaar. Wat ik erg leuk vind, hè, deze tijd komen weer heel populair. De winkels liggen er vol mee met nieuwe scheurkalenders. Hè. En dan heb ik hier ook een hele nieuwe scheurkalender is uitgevonden. En daarvoor gaan we over naar de scheurkalenderfabriek in Appingedam. De groot scheurkalendergeluiden schiet nou op, man. Wat een gedoe allemaal, wat duurt dat allemaal, hè? En zo sta ik dan hier in de scheurkalenderfabriek van meneer Kees-Jan. Goedemiddag, meneer Kees-Jan. Vertelt u eens, die scheurkalender, wat is dat voor iets? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat zal ik u zeggen, meneer Voormekei. U ziet het, ik ben nu druk bezig dus met de scheurkalenders te fabriceren. Oh, u zit ze te scheuren, waarom doet u dat? Nou, dat lijkt me vrij logisch natuurlijk. Het zijn... Het zijn scheurkalenders, zodoende, dus u vindt niet erg als ik gewoon doorga met werk. Nee, natuurlijk niet. Laat u niet van uw werk afhouden, meneer Kees-Jan. Nou, wat ik vraag hem al, waarom zit u zo nou te scheuren? Ik dacht dat de mensen dat zelf moesten doen, dat scheuren. Ja, maar dit zijn de zogenaamde voorgescheurde kalenders. De voorgescheurde kalenders, begrijp u wel? Ja, ja, interessant, interessant. En waarom doet u dat? Nou, normaal wil het wel eens gebeuren dat de kalender, mensen hangen een kalender op. En die hangt dan meestal in oktober, hangt die nog op januari. Mensen vergeten hem te scheuren. En dat voorkom ik hiermee. Mensen krijgen gewoon een reeds gescheurde kalender. Ah, interessant. Heeft u behalve deze scheurkalenders ook nog andere soorten van kalenders? Zijn er nog nieuwe vindingen? Jazeker, zo zijn hier bijvoorbeeld, dus ook, dit is vrij nieuw, dat is de zogenaamde toiletrol kalender. Ziet u wel, dit is de rol toiletpapier en daarop staat dus de datum. Zie je, dit is ongeveer het stuk wat je gebruikt per dag en daar staat dus, je ziet u, 1 januari. Ziet u wel? Ach ja, interessant, interessant. Oh, ja. Maar het is alleen wel vervelend dat je dan naar het toilet moet om te kijken wat voor dag het is. Ja, daar hebben we ook wat uitgevonden, hè. En we hebben weer het zogenaamde... kalenderbehang, ziet u wel? Dit is behang, dat hang je in de kamer dat gewoon. Dat plak je gewoon op de muur. Ja, het gaat gewoon op de muur, ziet u wel? Maar dan moet je wel ieder jaar opnieuw behangen natuurlijk, hè? Nou, dat is niet nodig. Je kan gewoon ook ieder jaar verhuizen natuurlijk. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Logisch, domme vraag van zo'n de Groot. Nog meer nieuwe soorten kalenders? Nou, we hebben toevallig, dat is een vinding van mijzelf, de zogenaamde herfstkalender. Wat zei u nou? De herfstkalender. Een herfstkalender? Wat is er voor bijzonders aan? Begin oktober laten automatisch alle blaadjes los. Ah, wat interessant, wat interessant. Maar ik vraag wel, wat kost gemiddeld nou zo'n kalender? Nou, een klein beetje kalender kosten. Wel gewoon tientje of twee, drie, vier. Dat is... Heb je niet iets wat goedkopers voor mij? Iets voordeligers. Nou, toevallig heb ik hier zo... Kijk, deze zijn schitterende kalenders. Die zijn drie voor een gulden, ziet u wel? Drie voor een gulden? Drie voor een gulden, zijn heel goedkoop. Ja, waarom zijn die zo goedkoop? Zijn kalenders van vorig jaar. Oh, wat moet ik weer lachen? Hallo, papa. Hallo. Hallo. Mogen we oliebollen, papa? Zijn de oliebollen? Nee, ome Joop gaat dadelijk oliebollen bakken. Wat is er, Joop? Ik zeg even tegen de kinderen dat u dadelijk oliebollen gaat bakken. Oh ja, inderdaad. Ja, ik ga dadelijk oliebollen bakken. Ja, meneer Nacht, kunnen die kinderen nou eens een beetje stil horen? Nou eens wat een kabalen, wat een gedoe allemaal, hè? Laten we er wel even bij het programma blijven, ja?
Ja, luisteraars, dat zijn we dan weer back in the air. Wat vind je maar leuk, Leek? Het is, het slechte weer is weer op komst. En daarom leek het me leuk om eens een kijkje te gaan nemen bij het KNMI in de beeld. In de beeld. Ja, dat zeg ik toch, in de beeld. Om daar eens te gaan kijken hoe dat nou in zijn werk gaat, dat weervoorspeller. Daarom over naar het KNMI. De groot schiet nou op. KNMI, je hoort hem wel nog zeggen. En zo sta ik dan hier in de KNMI, in de beeld. Ja, luisteraars, interessant. En hier naast mij staat meneer Hogendruk. Meneer Hogendruk, u bent weervoorspeller. Vertelt u daar eens wat meer van, dat weervoorspeller. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doet u dat allemaal? Ja, kijk eens hier, meneer Voormekaar. Wij kregen dus bijvoorbeeld uit het buitenland, kregen wij meteen bericht als er een depressie onderweg is. Dan bellen ze ons op en dan kan ik meteen maatregelen nemen. Oh ja, wat zijn dat voor maatregelen? Dan bel ik mijn vrouw dat ze de was binnen moet halen. Oh ja. Je hebt trouwens een hoop apparatuur staan. Ja, je hebt veel apparatuur staat er, hè? Ja, dat is ook wel nodig natuurlijk, hè. Om het weer goed te voorspellen moet je het allemaal berekenen, uittikken en nog eens berekenen, natrekken en checken. Oh ja, wat is dat trouwens voor touwtje hier? Dat is geen touwtje, dat is mijn persoonlijke weermeter. O ja, hoe werkt dat dan? Heel eenvoudig. Als hij nat is, regent het. En als het waait, gaat hij heen en weer. Oh, ach, interessant, ja. Interessant, zeg, interessant. Slingers hangen hier, is er iemand jarig? Ah nee, er is niemand jarig. Die slinger hangt er nog van 2 weken geleden. Toen hadden we hier groot feest, mag ik wel zeggen. Toen hadden we hier een heel groot feest. Waarom was dat? Toen hadden we 2 dagen achter elkaar goede voorspellingen gedaan. Ah, interessant, interessant. Gefeliciteerd nog. Ja. Kunt u voor de lol is het weer voor morgen uitrekenen? En ja, dat kan ik wel doen. Dat moet ik toch nu zo'n beetje gaan doen. Dat kan ik wel kijken. Eens even kijken. Het wordt morgen 13 graden. Gaat dat zo? Ja, gaat dat zo? En dan gaat het verder. Eens even kijken. We kregen in het noorden bewolking. Ja. Bewolking in het noorden. En dan hebben we ook nog noord-noordoostenwind. Oh ja. En als ik me niet vergis, gaat het morgen regenen. Oh ja, hoe weet u dat dan? Ja, rekent u dat uit op de computer of zo? Nee, dat voel ik aan mijn extra oog. Die steekt. Yeah!
Go! Is er bij het programma, begrijp ik ook niet, maar we zijn er weer van tussen. Die herrie allemaal verwacht je ook niet. Laatste dag van het oude jaar verwacht je wel boven. Nou, ik vond het wel behoorlijk. Ja. Luisteraars, dat leek me nou leuk, hè? Hey, Dick, leuk, wat is dat? Mag ik even wat voorstellen? Wie ga je voorstellen? Nou, ik wou met je even mee naar de kermis. Want dan ben ik in een lachspiegelgalerij geweest. Hoor. Lachspiegel? Ach, dat is altijd lachen gepaard. Ja. Oh, dat is misschien wel leuk voor ome Joop ook. Wat is er, Joop? Nee, we gaan naar de kermis of je even meegaat naar de lachspiegels. Oh, daar hou ik helemaal niet van. Oh, maar ah, ik kan toch wel even meegaan. Ik ga wel weer mee, ik ga wel weer mee. En hoe allemaal? Nou, kom op nou, de groot. We zitten te wachten. Trek aan dat touw. Belachelijk, hè? Zitten we met z'n drieën te wachten. Ja, schiet eens op, de groot. Kom er nog wel van. Oh ja, hier zijn we. Hier zijn de lachspiegels. Nou, hold op hoor, allemaal lachen hoor. Even kijken. Ome Joop kijken we even hiervoor. Even kijken. Oh, die kijk nou, ome Joop. Wat leuk. Vind je niks, hè? Ik vind het leuk. Oh, nou deze. Ja, oh, deze is ook een goede kijk even, ome Joop. U bent heel dik, zie je wel. Leuk. Vind je niks, hè? Oh, Obi, ik vind het wel leuk hoor. Ik vind het hartstikke. Oh, dat is ook een goeie deze. Kijk, Obi, Joop, heel lang is die wat leuk. Ik kan zo een basketballer worden, Obi, Joop. Vind er niks aan. Oh, deze is aardig. Ja, deze is ook leuk. Ik kan er niet om lachen. Deze wel. Ja, deze is leuk. Oh, daar kan ik nou niet zo om lachen. Nee, waarom niet? Waarom kan je om deze niet lachen, hè? Omdat dit een gewone spiegel is, ome Joop. Wij nou wat die mooi! Wij nou wat die vrij! Oh, wat moet ik weer vreselijk lachen. Ja, luisteraars, je hoort het al. De tune van ons programma. En dat betekent dat we nu hoogtepunten gaan laten zien van de afgelopen Dik voor Mekaar shows. Hè? Dat is altijd zo. Dat we nou eens avond ook na 12 uur. Dan krijg je alle hoogtepunten te zien die er op de televisie zijn geweest. En daarom zou ik zeggen, dan gaan we nou met z'n allen kijken naar de hoogtepunten van de Dik voor Mekaar show 1977. Ja, de groot, starten maar! Wel, nee man, ik zeg hoogtepunten. Ik heb het toch niet over dieptepunten. Ik zeg hoogtepunten. Dat is toch geen hoogtepunt, dat is een dieptepunt. We hebben toch een film waarin de mensen wat de mensen het leukste vonden van de programma's. We hebben toch een film wat de mensen konden insturen wat het leukste vonden. Nou, start die film. Ja, daar gaat ie. Nou, wat is dat nou? Je laat alleen maar het slot zien van het programma. Wat is dat nou? Oh, dat vonden de meeste mensen het leukst. Belachelijk, hè? Nee, luisteraars, we gaan gewoon verder. We laten ons niet uit het veld slaan. We gaan natuurlijk langzamerhand gaan we toch op oudejaarsavond af. Hè? De klok van 12 uur, zou ik maar zeggen. En daarom lijkt het me leuk dat we nu overgaan naar een feestelijk slot van dit jaar van Dik voor Mekaar. En alle gasten die zijn al in de kamer van ome Joop. Dan gaan we nu over naar de kamer van ome Joop. Gezellig, jongens, gezellig. Ja, goedemorgen luisteraars, hier is dan weer ome Joop.
Ik sta hier midden in de gezelligheid. Ja. En ik sta hier oliebollen te bakken. Want we worden oliebollen gezellig, nietwaar? En met een paar minuten springen ze de pan uit. Oh, dat lijkt me leuk. Ja, dat is heel gezellig. En intussen wachten wij dan tot het 12 uur is. Het is momenteel 1 minuut voor 12 uur. Dus het zal zo wel 12 uur zijn. Mensen, pak allemaal je glas. Het is zo 12 uur. Oh ja, gezellig. Ja, de groot pak je glas. Het is zo 12 uur. Ik kan mijn glas niet vinden. Hè? Ja, schiet nou op, man. Het is 1 minuut voor 12. Het is zo 12 uur. Mogen we door het nieuwe jaar wensen, hè? Oh, maar vindt het ver getellen. Nou, dat komt er zo gebeuren, hoor. Ja. Nou, de groot. Hij gaat achteruit, die wijzer gaat achteruit. Hoe kan dat nou? Die klok gaat achteruit! Ik zie het al, Dick. Wat zie je al? Made in België. Oh, op die manier, op die manier. Ja. Regelen dat ook weer. Dag, mevrouw. Ja, goedemiddag. Dag, mevrouw. Dag, meneer de Groot. Daar zijn we dan weer. Ik wil graag. Mag ik even passeren, hè? Wat krijgen we nou weer? Wat is dat? Besteld door Van Straten. Ja, wat heb ik nou, maar die zet hier een hele krat drank neer, die Van Straten. Nou, schiet op met die 30 seconden. Wat zegt u? Ja, goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik dan weer. En ik wil graag even voor de laatste keer. Voor het oude. Passeren. Ja, hou ik dat nou? Dat is nou al de tweede krat. Door Van Straten. Ja, Van Straten. Op de laatste dag van het oude jaar. Wil ik graag even alle fans van meneer de Groot ook van harte gelukkig nieuwe jaar toe ben. Ja, schiet nou een beetje op, hè! Dadelijk is het al nieuwe jaar! Mag ik er even langs? Op de gedoe, hè, mag ik er even langs? Weer die halve zo met die krat! Nou, schiet op! Hallo fans! Hallo fans! Wat een gedoe, hè? Meneer de Groot. Hier is meneer de Groot. Ik wou deze week even voor de kleurenkijkers vooral mijn sokken laten zien. Oh, hij gaat zijn sokken laten. Ik heb van de week. Ja! Even langs ja. Van Straten. Van Straten, kan je die kratten nou die gewoon die in het hok in het regiehok naar boven neerzetten, hè? Wordt hij maar opgestapeld. Nou, schiet op, laat die sokken zien, dan zijn we er vanaf. Mensen, maak nou wat ruimte. Ja, we zijn hier met een uitzending bezig, hoor. Van Straten. Ja, wat kan mij dat schelen? Nou, schiet op, kom op met die bolle dingen. Hier zijn ze, kijk, gloedje nieuw. Gloedje nieuw, de twee verschillende, rode en de witte. Ja, en het leuke is, ik heb thuis nog zo'n paar. Lachelijk, hè. Nou ja, luister maar uit, we gaan gewoon verder. Ja, dan moet het nu toch zo'n beetje tegen 12 uur lopen. Bij mensen, opgepast. Ja, opgepast. Ik word er zo moe van. Ik ben haast niet eens meer in beeld. De mensen kunnen me haast niet meer zien. Het wordt tijd dat het 12 uur is, luisteraars. En ik... Oh, wacht even. Ja hoor. Het is 12 uur. Oh, gefeliciteerd hoor. Gelukkig nieuwe jaar. Nog een lekker nieuwe jaar. Maar mensen, kijk nou even wat er gebeurt. De oliebollen vliegen de pan uit. Hallo mensen, wat gebeurt er allemaal? Oh, ik zie het al, Joop. Wat is er nou? We hebben het verkeerde bakmeel gebruikt. Verkeerde bakmeel? Kijk, hier het pak, kijk, dit is voor kruidkoek. Nee, nou wat die mooi! Ook gelukkig nieuwjaar, Joop. Ja, ook allemaal gelukkig nieuwjaar. En dan zou het leuk zijn, hè, als we dus op dit... Ja, zet maar neer voor Van Straten. Luisteraars, dan is het wat leuks. Dit was Dick voor elkaar, hè, in deze pool van je leed. De presentatie was in handen van mezelf. De productie had die Oemie naast mij. Als de camera stond Harry Nack. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Nou ja, het was leuk. Dag meneer voor elkaar. Ook gelukkig nieuwe jaar. Je vrouw gaat u weg hier met de gelebber. De regie was in handen van de straten. Goedemiddag.